Ja, we zitten allemaal aan tafel wel eens achter de computer. Sterker nog, of achter het telefoontje. Hanna, jij helemaal. Je hebt zelfs je laptop meegenomen. Klopt. Want met jou hebben we het over veiligheid op internet. We horen er veel van. Hebben jullie wel eens negatieve ervaringen met iets op internet? Dat je denkt, phishing of misschien iets dat je een beetje wordt opgelicht? Vervelende reclames wel, maar... Echt geen slachtoffer geworden van... Nou, nog niet, hoop ik. En dat het ook niet gebeurt. Nee. Worden er veel mensen slachtoffer? Is het gevaarlijk, internet? Het is niet gevaarlijker geworden de laatste tijd. Maar uit onderzoek blijkt dat ongeveer 10% van de Nederlanders die online actief is... ook slachtoffer wordt van internetcriminaliteit. Dat is best een hoop, 1 op de 10. We worden wel ook, we doen steeds meer online. Er wordt ook steeds meer gevraagd om online te doen. En wij hebben recent onderzoek gedaan naar de online veiligheid onder senioren vanuit SeniorWeb. En daaruit blijkt dat de angst wel is echt verviervoudigd is. Zo, dus in 2013 hebben we ongeveer hetzelfde onderzoek gedaan. En toen was 5% bang om slachtoffer te worden van internetcriminaliteit. En die angst is verviervoudigd nu naar 20%. Dus wat je eigenlijk zegt is, het is misschien niet heel veel gevaarlijker geworden, maar we zijn met z'n allen wel een stuk banger geworden. Ja, en dat komt onder andere omdat er gewoon heel veel media-aandacht ook voorkomt als er echt een grote ransomware aanval is. Of ja, laatst waren er 711 miljoen e-mailadressen gelekt. Ja, dan dat komt gewoon steeds meer in het nieuws. En daardoor wordt wel de angst. Ja, we worden banger. Maar het is niet per se zo dat senioren nou heel veel meer slachtoffer zijn dan jongeren. Dat is zeker dat niet is het niet geval. Gelukkig nee, maar. Gelukkig niet inderdaad. Jij hebt je laptop natuurlijk bij je, want we kunnen er heel lang over praten. Ja, maar, absoluut. En we weten het allemaal. En u kunt thuis meedoen, want we gaan een klein testje doen eigenlijk. Hè? Ja, we doen een greep uit de vragen. Ja. Ja? Wat gaan we precies doen? Nou, we maken twee keer per jaar een quiz. En deze keer staat hij in teken van veiligheid. En echt om op een speelse manier bewustwording over het onderwerp veiligheid te creëren. Denk je, zit je eraf te kijken? Ik zie jou zo mee kijken. Of antwoorden staan. Er staan geen antwoorden bij. Nee, maar als jullie er klaar voor zijn, dan zullen we gewoon de eerste doen? Ja. De eerste vraag is, u zit op een openbare wifi-verbinding en u moet wat bankzaken regelen. Wat is de veiligste manier? Is dat via de website van de bank of is dat via de app van de bank op uw tablet of smartphone? Joris? Ja, ik doe het via de website, denk ik. Via de website, jullie ook? Nee, ik zou het via die app doen. Want? Nou, omdat je dan gewoon op je eigen netwerk zit en niet op een wifi. Ja. En? Wat is het antwoord? Het goede antwoord is via de app van de bank op de tablet of smartphone. En dat komt omdat, ondanks dat als je via een openbare wifi-verbinding wel op de beveiligde website van de bank zit, dat wifi-signaal nog steeds onderschept kan worden en criminelen kunnen meelezen. En wanneer je bij de app... via de app van de bank internet bankiert. De app communiceert via bepaalde verificatiecodes, waardoor criminelen niet mee kunnen kijken. Ze kunnen dat signaal dan dus niet onderscheppen, waardoor dat dus veiliger is. Altijd via de app van de bank doen. Ja. Volgende vraag. Ik heb geen wifi in bos, hè? Dat scheelt. Ja. Een stelling. De bijlage in een mail van een bekende is altijd veilig te openen. Dus als Joris mij een fotootje stuurt in de mail of een attachment... Is dat altijd veilig? Wat denk je, Mirjam? Nee, kan gehackt zijn, denk ik. Ja, klopt. Ja? Ja, ik open altijd alles, hoor. Dat doen we toch gewoon, laten we eerlijk zijn. Nee, want er kunnen ook mails vanuit naam van iemand die jij denkt te kennen, zal maar zeggen, of die jij kent, uit naam van die persoon kunnen ook mails verzonden worden, waar dan malware of virus... Dat kun je dan nooit openen? Je weet het niet, je opent het. Ja, en dan ben je altijd... Een dingetje dan, toch? Ja, niet zomaar klikken. En als het echt, kijk, als je iets verwacht, dan is het natuurlijk minder gevaarlijk. Maar ik zou wel voor de zekerheid altijd eventjes goed controleren of het bestand wel echt is. En ook op linkjes niet zomaar klikken in de mail. Okay. Laten we er nog snel eentje doen. Nog eentje dan. Oké. Dit is nog best tricky, hè? Ja. Ja. Wat is phishing? Phishing is een vorm van internetfraude waarbij kwaadaardige software wordt geïnstalleerd op de computer om gegevens te achterhalen. Phishing is een vorm van internetfraude waarbij u gedwongen geld overmaakt naar een rekening in het buitenland, zoals bijvoorbeeld Nigeria of Roemenië. Of phishing is het vissen, hengelen, naar inlog, persoons- en bankgegevens van gebruikers. Dit gebeurt via massaal verzonden e-mails of berichten op social media. Dit is heel lang. Dit is een hele lange, inderdaad. Er zat volgens mij allemaal wel een beetje wat in, of niet? Wat denken jullie? De laatste. De laatste. Ik sluit aan. Ja, ik dacht ene laatste, maar...
Is het de laatste? Ja, sorry. Zij hebben het wel... Goed. Zo, maar kortom, zo zie je maar. Hè? Ja. Wij zijn allemaal denken met ons gezond verstand een end te komen. Maar zo'n quiz is toch best wel handig. Ja, absoluut. En het is ook niet aan leeftijd gebonden. Online veiligheid is voor iedereen gewoon heel belangrijk. Waar kunnen we hem vinden? www.seniorweb.nl/veiligheidsquiz. Seniorweb.nl/veiligheidsquiz. Volgens mij moeten we hem allemaal een keertje rustig nog gaan doen. Ja. En dat kunt u thuis natuurlijk ook.